Yo, Nintendo fans! Welkom bij een nieuwe Miitopia video. We hebben het gezicht van Princess Peach gered. En die mogen we nu gaan teruggeven in het kasteel. Wat er gelukkig weer helemaal vrolijk en opgeruimd uitziet. Zo te zien hebben Anka en Joey het weer naar hun zin hier. En de koning is niet hier. Normaal zit Snorlax altijd hier te vreten, maar nu niet. Zou die nu bij zijn kind zijn? Kijk, daar hebben we het gezichtje van Princess Peach. Princess, hier heb je je gezicht terug. Haha. Hopsakee. Ah, kijk, ja, ze is zo blij. Ja, nou, daar doen we het voor, hè. Daarvoor hebben we in de vorige aflevering die hele toren beklommen. En toen hebben we ook een roze Donkey Kong met een panzer verslagen. Als je dat nog niet gezien hebt, ga hem even checken. En doe sowieso even een duimpje omhoog en vergeet niet te abonneren. Want op dit kanaal vind je de leukste Nintendo games. En Peach zegt bedankt. Ik ben zo blij dat ik mijn gezicht heb teruggekregen. En Snorlax zegt, het lijkt erop dat jullie onze geliefde dochter hebben gered. Een beloning is het minste wat we voor jullie kunnen doen. Dankjewel, 1500 G's. 1500 monies in the pocket in the bank. Maar met wie ga je nou trouwen, Peach? We zijn ook erg onder de indruk van jou, Luigi. Ja, Luigi, goed gedaan, vriend. Luigi zegt, maar majesteit, ik heb helemaal niks gedaan. Onzin, mijn jongen, zegt Snorlax. We hebben gezien hoe je de prinses te hulp bent geschoten. En als dank voor je nobele daad, kunnen we nu misschien toestaan dat je de prinses het hof maakt. Ja hoor, Ganondorf is gone. Luigi is volledig verliefd. Op Peach. En Peach is volledig verliefd op Luigi. Wat een mooi liefdesverhaal. En wij zijn er met z'n allen getuigen van. Het is prachtig. Ja hoor, het is geweldig. Wat vet. Ja, dit is mooi, jongen. Red, die houdt het niet meer droog. Prins Ganondorf daarentegen. Wat bleek hij toch een enorme nietsnut te zijn. Njam, njam, njam. Hé, daar is hij. Daar is die, jongens. Mami! Nou, kijk ze hier nou gezellig samen. Nou, veel plezier met jullie verdere leven, jongens. Houdoe. Koning Snorlax zegt, we zijn je ontzettend dankbaar. En nu op weg geeft die duistere vorst er even flink van langs. Nam, nam, nam. Ja, ga jij maar lekker verder met vreten. Animal Crossing characters. Jullie mogen de koning gaan beschermen wat jullie toch niet doen. Ik ga eens bekijken waar we nu naartoe moeten. We moeten helemaal die kant op blijkbaar. Iemand heeft heel belangrijk nieuws voor ons, jongens. Oh, het is Anka. What up, Anka? Wat is het belangrijke nieuws? Ik ben Anka, de kasteelwacht. Ja, dat wist ik al, dat wist ik al. Ik heb jullie in zo'n beetje elke video gezien tot nu toe, volgens mij. Jullie steken zo de grens over naar Nabijland, het naastgelegen koninkrijk. Maar wees heel voorzichtig. Dat was het. Nu moet ik weer naar het slot. Je kwam alleen even zeggen van, rustig aan, of zo? Kijk uit. Niet dat je ons helpt of iets geeft of zo. Nee, oké. Nou, dan ben ik wel heel benieuwd naar dit buurland, hoe dat daar gaat zijn. We hebben meer HP-bananen nodig. Ja, dat klopt wel, ja. Dat is best wel chill. Red kan volgens mij gewoon HP-bananen stelen. Ja, die heeft gewoon even zo'n neusrot gewoon beroofd van een HP-banaan. Lekker bezig, dude. Let's go, let's go. De eerste is kapot. Zelda gaat lekker te paard. Hatse flats. Ja, nu krijgen we wel flinke tikken. Maar Red sloopt er gelijk nog eentje. En ik doe even mijn Charizard. Mop. Er zit nog één neusrotsie over. Eén opgerolde Sandshrew en die is ook weg. En deze gaan we nu ook makkelijker verslaan. Dat is wel fijn. Hey, Red gaat ook een leveltje omhoog. En Toad ook. Nice. Ah, dit gaat de goede kant op weer. Maar hoe zal dit nieuwe land eruit zien? Eerst moeten we nog even wat gnoopjes en een wolkie en een rotsie verslaan. En dat lijkt wel... Ja, dat gaat de goede kant op. Oh, wacht even. Wacht even. Waarom... Zelda is nu boos op Toad. Jongen. Zomaar worden we soms boos, hè? Ik snap dat niet, hè? We kunnen toch gewoon chillen met z'n allen? Waarom moeten we nou boos worden op elkaar? Hier, kijk. Toad heeft gewoon hier HP voor jou, Zelda. Wat loop je nou te miepen, joh? Oh, nee. Oh, nee. Oh, Zelda begint toch weer echt een beetje te bitchen, hoor, hé. Nou, kom op, Toad. Bijt van je af. Of Red. Oké, ook goed. Nou, Zelda gaat een leveltje omhoog. Hopelijk is ze nu niet zo boos meer. Het wordt donker. Kunnen een beetje bijkletsen. En toen. Ze hoorden een stem. En de En toen kwam de ochtend. Het zou wel chill zijn als we even een herbergje vinden, denk ik. Ah, want nu moeten we weer een battle gaan doen. Ja, en dit zijn wel kwelgeestjes. Die zijn lastig. Oh, maar we zijn allemaal gewoon vol HP. Ja, behalve Toad trouwens. Geef even mijn HP-spul aan Toad. Hoppa. Let's go. Let's fall aan. Lekker bezig, roodje. Ja, dit gaat de goede kant op. Dit gaat de goede kant op. Toad heeft er ook even eentje gesloopt. Even die kwelgeest kapot maken. Bam! En Sandshrew kapot maken. Let's go, wie doet dat? Wie maakt Sandshrew kapot? Doe jij het, Red? Helemaal toppie.
Ik ben benieuwd naar wat voor land het is, jongens. Nabijland, daar zijn we nu dus naar onderweg. Hoeveel battles zijn er hier, joh? Is dat waar Enka ons voor wilde waarschuwen? Hatsenflats, nou wegwezen. We hebben eindelijk een herberg. We kunnen eindelijk chillen. Lekker even aan de nachos en de sandwiches. Vlak voor ons ligt dus Nabijland. Wat zou ons daar te wachten staan? Allerlei spannende avonturen, dat weet ik zeker. Ik heb wel geruchten gehoord over Nabijland, zegt Zelda. Maar wat heb je dan gehoord, vraagt Toad. Maar Zelda, die wil het niet verklappen. Nou, Zelda, kom op. Potverdorie. Nou, we gaan doei zeggen tegen Reukeluton en we gaan nu naar Nabijland. Klinkt een beetje als de Efteling of zo. Als zo'n rijk in de Efteling. En omdat we 200 mensen hebben gered, krijgen we nu nog meer HP en MP-strooisel. Lekker! Wat gebeurt er? Wat gebeurt er? Nee! Wat gebeurt er? Iedereen is meegenomen. Nee joh. Vannacht is Mr. Mime langsgekomen. En hij heeft al mijn vrienden laten verdwijnen. En zelfs de stem weet niet waar ze naartoe zijn. Maar als we snel zijn, kun ik ze nog redden. Hij heeft ook nog mijn krachten weggetoverd. Ja, maar zo kan ik niks doen. We krijgen een nieuwe kracht. Ik ben dus een krijger, maar blijkbaar kan ik daar nog een kracht aan toevoegen. Bijvoorbeeld die van een kat. Of van een kwelgeest. Of van een geleerde. Nou, ik ben op zich wel een kattenliefhebber. Zullen we voor de kat gaan? Ik ben een kat geworden. En ondertussen gebeurt dit. Oh nee, nee! Zelda! Red! Toad! Waar zijn jullie inderdaad? Toad kan zich alleen nog herinneren dat ze werden aangevallen door de duistere vorst. En de schurk heeft ons hier achtergelaten, zegt Red. Maar waar is Rikachu? Ja, niet hier jongens. Niet hier. Ik ben niet bij jullie. Oh man, moet ik nu hun gaan redden? Maar hoe ga ik dat alleen doen dan? Gelukkig hebben we Epona nog, jongens. Dit is niet oké. Dit is de woestijn van Nabijland. En daar gaan we. Ja, we moeten het samen doen, jongens. Waar zijn mijn matties? Hier ligt iets op de grond. Hey, een banaantje. Jongens, maar als we nu moeten battelen. Als ik nu tegen 5 enemies moet battelen, wat dan? Het is een 1v1 tegen een schuwe schorpioentie. Ik weet trouwens niet of ik er slim aan heb gedaan om een kat te worden. Volgens mij is dit niet echt een hele goede beslissing geweest. Oh, ik ben nu ook weer niveau 1. Nee joh. Moeten we nou gewoon weer opnieuw beginnen met levelen joh? Ah, waarom ga je op een freaking cactus zitten joh? Lekker bij de hand. Ik voel een steek in mijn rug. Ja, dat vind ik niet zo gek als je net op een cactus bent gaan zitten. Flippy flap. Oh man, ik voel me super zwak nu. Is dit normaal? Dat je in dit stuk dan weer helemaal opnieuw moet beginnen? Nou, we zijn wel al level 2 geworden nu. Ik heb echt het gevoel alsof ik weer opnieuw moet beginnen. Ik heb in ieder geval wel een betere relatie weer gekregen met Epona. Oh, wacht, de deurbel gaat. Er staat iemand voor de deur. Is het vervelend om alleen te reizen? Ja, dat is heel naar. Een nieuwe vriend krijgen we. Oké, dat is heel fijn. Hé, we kunnen gewoon met Mario gaan. Let's go, Mario. Mario is cool. En zijn klasse. Laten we een geleerde maken van Mario. Ja, lekker pruikie hoor. Lekker pruikie. Kijk hem staan, die Mario. Onze geleerde. Ik ben Mario en ik ben een geleerde. Ik zal mijn uiterste best doen. Nou, welkom Mario. Leuk dat je erbij bent. Ik moet even een amiibo pakje voor jou vinden, vriend. Oh, er zijn nog 2 teamleden, joh. Ze komen eraan. Wat? Ik heb even een nieuw kattenpakje gekocht hoor, jongens. Gevlekte kattenpakkie. Dat lijkt wel op een muis, joh. Dit lijkt toch niet meer op een kat? Oh, oeps. Ik heb Mario helemaal niet meegenomen. Ik ging samen met het paard, jongens. Oeps. Wacht even. Ik ga wel even amiibootjes scannen. Kijk, en nu hebben we Mario-kleding gekregen. Alleen moet ik even wachten daarmee, want ik heb dus per ongeluk Mario niet meegenomen. Ja. Yo. Daar is hij weer, hoor. Waar is hij nou? Hij moet hier ergens zijn. Hij is duidelijk iets aan het zoeken. Meneer Iwata, wat ben je aan het zoeken, jongen? Hij zegt, ik heb veel gehoord over je heldendaden. Je hebt een heel koninkrijk gered, man. Fantastisch. Ja, ging lekker, man. Iwata, die zoekt een lamp. Een hele belangrijke lamp. Een hele gevaarlijke lamp. We moeten hem zoeken, maar niet aanraken. Niet aanraken, vriend. Nou, deze route moeten we dus even met Epona doen. Ik heb dorst, maar ik ga dit... Nee, niet drinken, niet drinken. Oh, de fles was ook leeg. Ja, dat is een beetje moeilijk drinken uit een lege fles. Battle met gnoompies. Ja, ik had nu dus echt beter gewoon Mario bij me kunnen hebben. Ik kan wel aanval te paard doen, dat is wel chill. Misschien raak ik ze wel allebei tegelijk. Nee, dat niet, maar er is er wel 1 kapot. Gelukkig doen zij me echt bijna geen pijn. Echt maar 1 HP damage. Hatsenflats, dikke doei, jongen. Maar als ik dus goed begrijp, dan begin je in ieder koninkrijk weer met een nieuw team of zo. En dan begin je ook gewoon weer op level 1. Oh jee, 3 enemies. Nee, dit is naar. Dit vind ik niet relaxed, jongens. In mijn eentje tegen 3 enemies. Nee, hou op, ga weg. Oké, gelukkig kunnen we het paard gebruiken. Laten we dan eerst maar even een schorpioenkie pakken. Die is weg. Nu schorpioenkie nummer 2. Nice. En dan de stapelwolk nog even. Bam. Oh, hij is er nog, joh. Even wat strooisel. Het is wel fijn dat we gewoon superveel strooisel hebben. Anders hadden we echt al 3 keer dood gegaan.
Bam! Lekker gedaan, Epona. Ik vind het wel de hele tijd gewoon water hier in de... Maar er zit... Ja, kijk, nu voor het eerst zit er water in. Eerst hadden we een lege fles, toen een fles met zand. En nu hadden we dan eindelijk water. Oké, nou, dit is een mooi verhaal. Die stapelwolken, die hielen dus ook de cactus. Dit gaat helemaal niet de goede kant op. Hou eens op. Ik denk dat ik hier kapot ga, jongens. Ik denk dat ik hier voor het eerst kapot ga. Ik had gewoon Mario mee moeten nemen. Ik kan het niet alleen. Ik kan niet alleen aanvallen. Ja, daar gaan we. Ja, dit dacht ik al. Kijk, nu heb ik Mario wel gewoon meegenomen. Eigenlijk best wel vreemd dat we Mario gewoon niet aan het team kunnen toevoegen. Wat is dat nou voor raars? Want we kunnen wel gewoon met z'n drieën. Maar als ik dan eenmaal heb gekozen dat we met z'n tweeën gaan, omdat ik per ongeluk te snel doorklikte, dan mag dat niet of zo. Anyway, Mario krijgt natuurlijk wel even de Mario kleding, hè? Dat snap je wel. Kijk, dit ziet er vet uit. Ik kwam net gewoon een mannetje tekort. Oh, wow, wow. Maar wacht even, we moeten tegen Griffioenen. Daar word ik sowieso niet blij van, want die zijn volgens mij best wel goed. Wat? Mario's in... Wat gebeurt hier? Nou, we konden duidelijk niet de korte weg doen, dus we moeten de veilige weg doen. Let's go, Mario. Dit kunnen wij. Let's go. Pak hem. Nice. Kijk, dit is beter. Dit is beter. Hoppakee. Bam. Zo zie ik het graag, ja. Maar op de korte weg zitten dus enemies die gewoon nog op het oude level zijn. Dus die zijn echt level 10 of zo. En die slopen mij nu echt in één keer. Eerst de wolk, want de wolk die hield. Mario heeft echt nog maar 10 HP. Dat is echt een beetje zielig. Arme Mario. Pak hem aan, jongen. Ah, waarom gaat die wolk nou niet kapot? Sloop die wolk. Ik ben er nou klaar mee. Lekker. En nu, de scorpioen toes. Hatsenflats. Volgende scorpioen toe. Aanvallen die handel. Weg ermee. Tempo. En Mario is level 2 en ik ben level 3. Ah, gelukkig. We beginnen een beetje te levelen. Even kijken of we deze battle ook aan kunnen. Oh, kijk. Mario begint iets te doen. Die heeft een foutmelding. Oeh, dat is heerlijk. Zo, die was lekker. Dat was echt een super chille aanval. Maakt gewoon even in één keer die cactus kapot. Het is wel heel irritant dat zij gewoon de hele tijd healen. Hou op. Hou op met healen. Maak hem kapot, die stapelwolk. Hoppa. Go get him. Lekker. Kijk, en hier ging ik net dood, hè. En daarom hadden we gewoon Mario erbij moeten hebben. Want ja, je krijgt niet voor niks een extra karakter waar je mee kan spelen. Dan moet je hem wel meenemen. Ik ben toe aan een herberg, jongens. Ja, we hebben een herberg. Woe. Hey. Maar we hebben weer een nieuwe reiziger. Misschien kan iemand uit Animal Crossing zich even bij ons aansluiten. Laat in de reactie sowieso weten wie jullie favoriete Animal Crossing villager is. Dan ga ik even eentje uitzoeken hoor. Ik denk dat Ruby mijn favoriete character is, maar deze lijkt niet echt op Ruby. Zullen we Zucker meenemen? Zucker lijkt ook nog wel op een character uit Zelda eigenlijk. Zucker is... Ja, voorzichtig. En ik vind hem ook wel een beetje uitzien als een kwelgeest eigenlijk. Dus laten we dat doen. In zijn duivelpakje. Ik ben Zucker, een voorzichtige kwelgeest. Ik weet niet of dat de beste combi is, maar... Let's go. Daar is die hoor, onze Zucker. What up? Kom je gezellig met ons mee? Ben ik hier goed? Ja man, je bent hier goed, Zucker. Mijn naam is Rikachu. En leuk dat je even je aankomst sluit bij ons team, man. Gezellig, Mario en Zucker erbij. Maar jongens, ik wil ook een herberg nodig, want ik heb het knijterwarm. Ik neem dit op in de warmste dagen van het jaar, volgens mij. Dus doe een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren voor Nintendo-video's. En dan zie ik jullie gewoon bij de volgende. Mazzel!